Rond 10:15 is er bij de brandweer een brandmelding binnengekomen van de Dominee Fraaienschool. Het eerste voertuig is ter plaatse gegaan en trof inderdaad een brandhaard aan waarop zij opgeschaald hebben naar uiteindelijk grote brand. Mede door de snelle opschaling, snelle waterwinning die we in orde gemaakt hebben, hebben we in een vroegtijdig stadium die brand kunnen bedwingen en beperkt kunnen houden tot de middelste gemeenschappelijke ruimte. De brand is beperkt gebleven tot die binnenruimte, maar daaromheen liggen allemaal lokalen en de rook die bij deze brand ontstaan is, heeft verspreid ook in die lokalen. Gaat de aankomende week de school nog open? Nou, de verwachting is dat het toch een tijdje nodig is om de school weer schoon te krijgen. Uiteraard de brandschade zal deels hersteld moeten worden. Dus ik denk de eerste paar dagen dat er geen onderwijs kan plaatsvinden in deze school.